wij gaan het hier natuurlijk niet bij laten zitten. Maar mijn zenuwen wil ik wel graag behouden. Vind ik wel belangrijk. Ze was wel heel lief, maar... Het is een beetje hectisch geweest, waardoor ik nog niet eens aan de gelegenheid ben geweest om jullie even te vertellen hoe de afspraak was met de plastisch chirurg. En de reden waarom ik daarvoor kies is, mijn bloedwaarden waren toch wat aan de lage kant. Je voelt gewoon van alles en ik voelde ook het een en ander gewoon broeden in mijn oksel. En dan voel ik ook weer daar wat en voelen en ik voel allemaal van die bobbels. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Nou, het is vandaag 16 oktober. En voor degenen die onze vorige vlog hebben gezien, die hebben dus gezien dat onze droomkeukenblad helemaal aan gruzelementen aankwam. Tja. En daar zijn we dus druk mee bezig. Voorlopig nog niet klaar mee, want ja, wie gaat die verantwoordelijkheid nemen? Er komen ineens een hele hoop termen naar voren voor bepaalde benamingen voor transport. Over zee en over door de lucht en dat soort dingen. En daar zitten dus bepaalde regeltjes aan vast, wie er verantwoordelijk is op welk moment. Dat voor ons geldt. En we daar nog iets van terug kunnen krijgen dus. En bij wie? Maar daar gaan we natuurlijk sowieso voor strijden. Want hoe dan ook, of wij er nou voor verzekerd zijn of niet. Het kan natuurlijk niet zo zijn in onze opinie dat iemand totaal geen verantwoordelijkheid heeft voor het feit dat hij iets vervoert. Dat hij iets vervoert en dat hij het gewoon niet goed heeft vastgemaakt. En dat het daardoor kapot is gegaan. Dus ja, wij gaan het hier natuurlijk niet bij laten zitten, zoals het je kan begrijpen. Geladen in Dawai Xinjiang, in China. Dan gaat het op een vrachtwagen en dan gaat het in een boot. En dan staat het 2 maanden op een boot en dan staat het in een loods. En dan wil je zeggen dat de laatste 80 kilometer... in een vrachtwagen... Gewoon fout gaat. Van een Nederlands bedrijf. Daar gaat het mis. Ja, echt. Nou, we zijn zo ziek en niet alleen om het geld, want dat is behoorlijk wat, kunnen we je vertellen. Maar ook, dit was gewoon ons droomkeukenblad. Dit was het pronkstuk van het huis. We zijn er het hoogste woord nog niet over gesproken. Ja. Dus mocht jij tips advocaat hebben. Advocaat zijn en ons willen helpen. Ja, precies. Heb jij advies? Heb jij hier ervaring mee? Alsjeblieft, laat het ons weten. Want we kunnen van alle kanten de hulp gebruiken. Ja. Daarnaast heb ik vorige keer verteld dat ik al een beetje wat tinteling begon te krijgen in mijn handen. Een beetje op en af. Het houdt ook niet aan, gelukkig. Maar we hebben het zekere voor het onzekere genomen. En ik heb in mijn lotgenotengroep iets voorbij zien komen over bijvoorbeeld koeling tijdens de chemo voor je handen en voeten. En dat wordt geloof ik in Nijmegen al gedaan en in Duitsland. Er is nog niet heel veel studie naar, geloof ik. En ook nog niet ontzettend bekend. En dus ook niet in het ziekenhuis waar ik zit. Althans, het is bekend, maar het wordt niet gedaan. Dus ik kroop meteen in mijn telefoon. Juist. En toen hebben wij dit gevonden. Dit zijn koelingssokken. Die kun je dus in de vriezer doen, maar ook in de magnetron. Maar in ons geval gaan we dus in de vriezer doen. Even openmaken. Ja. En dit zijn handschoenen. En best zwaar. Ja, ik vond de pakketjes inderdaad heel zwaar. Wat grappig, het is net een slof. Hij voelt nu al koud. Oh ja, dus hier ga je helemaal in. Deze die gooien we straks in de vriezer. Deze en deze. Dus dit doe je aan. Dan heb je hem onder je voet en aan de bovenkant. Ja. We denken dat het een beetje ongeveer hetzelfde zou moeten werken als die ijscaps die worden gebruikt om het haar te behouden. Ja. Nou, dat heb ik dus niet gedaan, zoals je kan zien. Maar mijn zenuwen wil ik wel graag behouden. Vind ik wel belangrijk. Dus we zijn ontzettend benieuwd. Dit zijn de handschoenen. Ook al zo zwaar.
Ik kan straks gebruiken als geur. Ja, het is gewoon een hele grote wand. Ja. En dat we die gewoon echt in zijn geheel... Ja, ik zie ook geen opening. Oké, nou. Dit wordt charmant. Gewoon zo liggen. Nou ja, ik hoop dat het werkt. Wilt u iets drinken? Ja, lekker. Nou, dan is het maar goed dat je er weer bij mag zijn. Dan mag je mij ook nog voeren. Ja. Nou, zoals jullie kunnen zien... is gelukkig de uitslag al een heel stuk minder. Het is nog niet helemaal weg. Het is nog niet helemaal duidelijk of het nou gewoon door de chemo komt. Maar, zoals jullie ook in de vorige vlog zagen... was ik gezellig bij de paarden voor mijn nichtje. En toen ik daar zat te wachten... toen kreeg ik ineens enorme tranenogen en heel erg last van mijn ogen. Dus toen dacht ik, zou ik nou gewoon allergisch zijn voor of paarden of voor het hooi? Dat zou goed kunnen. Nog nooit echt opgevallen, maar ja... Het kan. En dat het op een andere manier is gaan aanhouden. Ja. Anyway, ik heb even geen make-up opgedaan. Nog steeds even niet. Laat even rusten. Beetje olie. En dan komt het vast. Allemaal goed. Heel verstandig. Ik ga er eentje uit bed halen. Doe dat. Goedemorgen, het is vandaag 18 oktober en wij zijn onderweg naar Alphen voor de uitvaart van Tante Nel. Het wordt een natuuruitvaart. Nog nooit meegemaakt, dus ik ben benieuwd. We moesten een onverpakte bloem meenemen. Dus Sergio is nu aan het rondrennen om te kijken of we ergens een onverpakte bloem vandaan kunnen halen. Want we zijn... Sergio die heeft een nachtdienst gehad. En toen werd hij daarna gelijk weer opgeroepen voor een avonddienst. Dus die is helemaal kapot, waardoor we een beetje te laat zijn. Althans, nog niet te laat op de uitvaart, maar wel om zijn bloem te kunnen halen. Dus, nou, we gaan ons best doen. Nou, ze was in ieder geval een... Ze had de kassa nog niet en ze vroeg ik wat tinken, moet ik het inpakken? Ze snapte het niet, ze was een beetje zo van... Wat moet er aan uitvaart? Dus ik zeg, ik vind die wel mooi. Ja, of wil je een roos? Ja, ik vind die wel mooi. Ja, maar heb ik ook nog rozen. Ze was wel heel lief, maar ik zei, kijk maar even dan. Ze kwam met een stuk of 5 mooie bloemen terug. Ik ben al blij dat ze gewoon losse bloemen aan je had. Ik zei, doe maar die dan en die. Ja. Zal ik er een folietje? Nee mevrouw, ik zeg... Hij moet toch verpakt! Dat is zo'n 4,65. Ik zeg, geef 5 euro. Ik zeg, ik moet even kastelade pakken. Ik zeg, het is goed zo. Dankjewel. Keep the change. Keep the faith. Oké, okay. Nou, let's go naar Alphen was het, hè? Alphen, ja. Even de adres opzoeken. Oké. Staat in de agenda. Top. Nou, we zijn in ieder geval in het bos. Ja. Natuur. Ik ben wel heel benieuwd waar het gaat. Pijltje andere kant op. Oh. De laatste rustplaats van ons tante. Ja. En u zult begrijpen dat uit respect wij de camera in de auto laten. Gepaste wijze gaan wij onze lieve tante Nel herdenken en sowieso voor altijd bij ons dragen. Een afscheid vind ik ook zo'n niet het juiste woord. Goedenavond, het is 19 oktober. Het is een beetje hectisch geweest, waardoor ik nog niet eens aan de gelegenheid ben geweest om jullie even te vertellen hoe de afspraak was met de plastisch chirurg. Dus ik denk, ga maar weer even in de beruchte badkamer zitten. Ik heb dus een afspraak gehad met de plastisch chirurg. En
eigenlijk waar het op neerkomt is dat ik heb gezegd dat ik gelijk gereconstrueerd wil worden tijdens de amputatie. En de reden waarom ik daarvoor kies is omdat mij is gezegd dat ik eventueel een huidbesparende en tepelbesparende operatie zou kunnen doen. Ik zou het natuurlijk het allermooiste vinden als gewoon de buitenkant van mezelf is. Anders zou het dus een optie zijn om een buikoperatie te doen of via mijn rug. En eigenlijk werd ik daar een beetje naar gestuurd voor mijn gevoel, omdat ik hoogstwaarschijnlijk nog bestraald moet worden. Maar de reden waarom ik hiervoor heb gekozen is, ik wil gewoon de buitenkant van mezelf houden. En daarnaast vind ik zo'n buikoperatie waarbij ze dus echt een liposuctie doen eigenlijk en de buik naar boven plaatsen, vind ik een hele heftige operatie. Dat is een operatie van 12 uur. Daarnaast is het een buikoperatie ook nog eens, dus dat is ook heel zwaar. Ik heb het een en ander aan resultaten gezien en die vind ik toch niet altijd even mooi. Soms echt een soort van plakkaat die er dan overheen wordt gezet. En het deel van mijn rug, dat moet eigenlijk gedaan worden. Ook met prothese, dus geen gelijke reconstructie doen. Zo moet je het eigenlijk zien. Maar de enige kans waardoor ik gelijk mijn borsten zou kunnen behouden is een reconstructie met siliconen. En daar zitten natuurlijk ook risico's aan. Als ik nog bestraald moet worden en ik heb zo'n tissue expander daarin. Dat is eigenlijk een ballonnetje om, want ze kunnen niet gelijk naar Cup D. Dus ze moeten eerst een tissue expander doen. Daar moet ik dan op een gegeven moment elke week voor naar het ziekenhuis om hem telkens wat op te laten blazen totdat ik de goede grootte heb. En er zijn wat risico's op meer complicaties. Maar ik heb met de arts besproken dat er zijn ook complicaties bij een operatie met zo'n flap uit mijn rug. Een zogenaamde LD-lap of een dieplap vanuit je buik. Daar zitten ook risico's aan. En ik kan namelijk altijd nog, als dit niet goed gaat, naar die LD-lab. Dus met die spier aan mijn rug of van mijn buik. Andersom gaat dat niet. En ik heb gezegd dat ze me eigenlijk de kans dan ontnemen om het op die manier wel mooi te kunnen houden. Dus met eigen huid en tepel. En uiteindelijk gaven ze me daar wel gelijk in. En vonden ze dat ik er eigenlijk heel goed over na had gedacht. Ja, de reden waarom ik niet echt kies voor eigen weefsel is omdat ik denk, mijn eigen weefsel heeft mij ook al in de steek gelaten. Dus waarom zou ik zo graag mijn eigen weefsel willen hebben? En tuurlijk zijn er van siliconen nu ook weer allemaal verhalen, maar er zijn ook heel veel goede verhalen waar het wel gewoon goed gaat. Het is goed om te weten, kunnen we er alert op zijn als ik ineens wel gekke dingen krijg? Maar dan kan ik altijd nog zeggen, haal het eruit, ik ga toch over op het andere. Dus ik wil dit graag als eerste doen. Daarnaast is het dan gelijk in één operatie. En later zal ik hem dan moeten vervangen voor siliconen. Maar bij die andere dingen moet ik eerst plat. En dan ben ik niet gelijk aan de beurt. En dan ben ik misschien over 2 jaar pas een keer aan de beurt. En loop ik dus al die tijd plat. En en dan moet ik alsnog een heftige operatie ondergaan. Dus ja. Weet je, het is kiezen tussen allemaal kwaden, want het liefst heb je gewoon gezonde borsten en je eigen borsten. Zo simpel is het. Daarnaast de linkerkant ga ik ook gelijk laten reconstrueren en amputeren uit voorzorg. En op die manier kunnen ze ze wel zo goed als gelijk krijgen als het goed is. Daarnaast kunnen ze ook toch wat liposuctie doen. Lipofilling eigenlijk, dus van mijn buik halen om eventueel wat oneffenheden weg te halen. En ik zei ook, maar is het dan ook zo dat als je wat lipofilling pakt en je doet er een laag omheen, dat het dan ook wat zachter voelt dan echt siliconen? En dat schijnt dus wel zo te zijn. Het schijnt ook zo te zijn dat ik heb nu Cup D en heb daar eigenlijk niet echt heel erg veel last van met pH-bandjes. Ik
ja, nu gaat het wel wat, wordt steeds zwaarder. Maar ja, van mijn rug en zo, ja, daar heb ik niet echt last van door mijn borsten. Maar het schijnt wel zo te zijn dat de siliconen borsten voor een Cup D, om het maar even zo te noemen, zwaarder is. Dus waarschijnlijk ga ik gewoon voor een goede Cup C. En dan dat ze het daarna dan nog een laagje erbij kunnen vullen met... ja, dan is het gelijk wat zachter ook. En ik heb toch wat meer mijn eigen borsten. En dan is er alsnog wat vet weg, zou je zeggen, van mijn buik, die ik toch niet wil hebben. Wat ik er ook nog even bij wil zeggen is dat vanuit mijn buik ze met een deep lab, ze, aangezien ik twee borsten heb, zelfs nu ik 10 kilo ben aangekomen, maar een Cup B zouden kunnen maken. En ik ben dus te zwaar. Ik wil dadelijk afvallen. En met het geval van eigen weefsel valt het ook af of komt het aan met wanneer jij afvalt en aankomt. Dus als ik afval, dan heb ik dadelijk misschien nog maar een Cup A en dan ben ik alsnog niet blij. Ik ga in ieder geval ook nog een second opinion aanvragen bij het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dus eigenlijk het kankerziekenhuis in Amsterdam. Gewoon omdat ik ook van hun het verhaal wil horen. En zij eigenlijk veel vaker dat soort dingen al doen. Gelijk reconstrueren. En ja, ik wil gewoon graag hun invalshoek horen. Ook al heb ik het besluit al eigenlijk een beetje gemaakt. Ik heb ook gewoon een goed gevoel bij de arts in het Leinburg ziekenhuis waar ik zit. Dr. Braam. Dus ja, weet je, als het verhaal gewoon hetzelfde is, ja, dan ga ik het gewoon door Dr. Braam laten doen. En ik heb goede contacten daar, ze weten allemaal van mij. Maar ik vind het toch fijn om eens even ook van hun te horen, wat zij er allemaal van vinden. Wat ik ook vind, is dat er toch ook wel vaak wordt ingelicht over, in mijn geval ervaar ik dat zo, Over de negatieve dingen, terwijl in plaats van, heb je het weer, de positieve dingen. Namelijk dat elke keer als er iets is wat misschien niet goed gaat, dat ook gewoon verholpen kan worden. He, dus met protheses, ja, dan kan het gaan inkapselen. Eigenlijk wil je dat ook, maar als het weer te veel gaat inkapselen, ja, dan kan het vervelend zijn. Maar de oplossing is, nou, dan gaan opereren ze je weer, of ze maken je even open, halen dat weg en naai je weer dicht, om het even zo simpel te zeggen. Dus dan denk ik, ja, dus er is altijd wel even een oplossing. Er werd ook gezegd, ja, met die spier uit je rug, dan wordt er eigenlijk door die spier een mooie ronding gemaakt aan de onderkant. En ja, dat is dus mooi voor de vulling. En toen zei ik, ja, maar krijg je dat dan niet als je gewoon siliconen doet? En toen zei ze, jawel, dat krijgen we er eigenlijk altijd wel weer in. Dus dan denk ik, ja, dus dat is ook niet echt een argument. Dit was overigens niet de plastisch chirurg zelf, maar de verpleegkundige. En dus je ziet maar hoe mensen daar een beetje naar kijken, of toch hun eigen mening daar een beetje in verwerken. Want zij gaf ook aan, ja, maar met zo'n deep lab bijvoorbeeld is het niet lelijk. En denk ik, nou, dat vind ik heel subjectief. Want het is voor iedereen persoonlijk wat hij wel of niet mooi vindt. Dus ja, al met al heb ik ze denk ik een beetje stilgekregen daarin. Dat ik gewoon gelijk heb. Dat ik altijd nog naar die andere operaties ook kan gaan. En dat natuurlijk, het kan meer complicaties geven, maar het hoeft niet. En als ze me dit niet doen, dan ontnemen ze mij dus eigenlijk de kans om een soort van aan de buitenkant mijn eigen borsten te houden. En nou ja, goed, daar waren ze toch wel mee eens. Belangrijk punt is wel, wat de plastisch chirurg aangaf, is dat ze zeker proberen om mijn tepel te besparen. Alleen, het is schijnbaar een heel gevoelig stukje weefsel wat zomaar kan afsterven. Dus die kans bestaat nog steeds. En ja, dat is wel even goed om te weten. Dus ze gaan zeker hun best doen om het te behouden. Maar ja, het kan nog steeds wel afsterven. En wat we natuurlijk ook zeker hebben gezegd, is dat het belangrijkste is dat het oncologisch gewoon goed gedaan wordt. Dus dat ze goed erbij kunnen en alles kunnen weghalen. Ja, dat er dus geen kankercellen zullen achterblijven, zo goed als mogelijk.
Dus dat is wel eventjes spannend. Ik weet nog niet wanneer de operatie gaat plaatsvinden. Maar het moet in ieder geval binnen 6 weken na de laatste chemo gedaan worden. En als ik gewoon alles door mag blijven doen, is 3 november de dag van mijn laatste chemo. Even vooruitgespoeld is dat ik dus vandaag weer bloed ben wezen prikken. Om te zien hoe het ervoor staat. En mijn bloedwaarden waren toch wat aan de lage kant. Maar nog wel voldoende. Maar aan de lage kant. Dus ja, waarschijnlijk mag ik gewoon wel door met de chemo. Tenzij het toch anders wordt gezegd. Ik krijg weer de immuunprik, noem ik het altijd maar. En Neulasta. Om ja, mijn immuunsysteem op te prikken. En de meesten die krijgen dat eigenlijk vooral bij de AC-kuren. Dus de eerste 4 zware kuren. En wij hebben besloten, omdat ik er toch niet heel erg veel last van had, om dat ook bij deze te doen. En zo te zien is dat maar goed. Want als ik dat niet had gedaan, had ik waarschijnlijk ergens een week moeten wachten. Dus als ik niks hoor, dan kan ik er morgen aan. En dan zitten we in de cyclus van de allerlaatste 3. Ik kan het niet geloven. Nog 3 weken en dan heb ik in ieder geval gewoon de hele reeks van 16 chemo's achter de rug. Oh man. Ja, en dan ben ik er nog niet hoor. Want ja, operatie, hoogstwaarschijnlijk nog bestralen. Mogelijk ook nog steeds chemopillen. 5 à 10 jaar antihormoonpillen. Maar ja, het eerste stuk zit erop. Heftig stuk. Dus dat is gewoon ja, super. Daarnaast heb ik gevraagd of zij nog eens eventjes wilde voelen aan mijn borsten. Want ja, je voelt gewoon van alles. En ik voel ook het een en ander gewoon broeden in mijn oksel. En dan voel ik ook weer daar wat. En voelen. En ik voel allemaal van die bobbels. En ja, dat zullen net zo goed klieren kunnen zijn. Maar het kan ook kanker zijn. En ja, kanker. Wisten we dat het er zat. Maar ja, is het dan gegroeid? Ik weet het. Er is telkens gezegd, dat kan niet. Maar toch denk ik, ja, ja. Dus ja, liever gewoon te vaak vragen dat ze het even willen controleren. Nou, de arts die heeft even gevoeld. Ze zegt, nou, ik snap wat je bedoelt. Dit was even weer een vervangende arts. Ze zegt, dus, ja, ik heb niet echt daarin een vergelijk. Het voelt voor mij niet ontzettend opvallend. Maar als het jou geruststelt, kunnen we alsnog even een echo doen. Maar dan is het even de vraag of daar plek voor is binnenkort. Of dat niet sneller kan. En dat ik dan eigenlijk al dichter bij de MRI zit. Die eigenlijk nog accurater is. En die krijg ik 4 november. Om te kijken wat het allemaal gedaan heeft. Maar ik vind het fijn dat ze me daar in serieus nemen. En dat ze me gerust willen stellen. Ook na mijn laatste chemo zou ik nog een keer gaan bloed prikken. Om te kijken hoe mijn bloedwaarden dan daarna zijn natuurlijk. En ook de uitslag van de MRI. En dan het vervolg. Dus super spannend. Gelukkig is mijn neuropathie eigenlijk wel oké. Het is weer een beetje weggezakt. Niet zoals dat ik eerst zei van ja, het was ineens een dag echt wel heel erg aanwezig. Dus daar hebben ze ook nog goed naar gevraagd. En super spannend, ik ga die koude ijzeren handschoenen en sokken uitproberen. Ik heb net even gevoeld. Ik hoop dat ik het volhoud, want het is echt behoorlijk koud. Dus ik heb ze nu gewoon de hele tijd al in de vriezer laten liggen. Misschien was dat niet de bedoeling. Misschien hadden ze gewoon in de koelkast moeten. Maar ik ga het nog even nalezen. Maar ik ben erg benieuwd wat dat gaat doen voor het hele verhaal. Ik laat het jullie zien en ik hou jullie op de hoogte. Hier ook een blauwe auto. Hier nog een blauwe auto. Goedemorgen, Jesse Silver. Wat gaan we doen? Zwemmen. We gaan zwemmen. Ja, we gaan peuterzwemmen. En misschien wel peuterbootcamp. Ja. Even kijken hoe we het allemaal volhouden. De eerste keer dat we met hem echt iets van een lesje kunnen doen. Ja, maar ik kan hem niet doen ook. En dit keer kunnen we er ook maar 2 doen. Want in november gaat hij alweer naar de gasthouder op woensdag. Ja. Maar wel leuk dat we het even kunnen doen. Ja. En vanmiddag, ik heb niks gehoord van de artsen. Dus ik ga ervan uit dat ik gewoon de chemo in mag. De laatste 3.
Jee. Jessie Silver, waar is Jessie Silver nou? Oma, we zijn Jessie Silver kwijt. Wat is dat nou voor raar? Jessie, waar ben je? Nee, ik ben in de kast. Kom de uitje, gekkie. Van alle. Zo. Oh, nou doei. Waar is Jessie Silver nou? Gekkie. Nou, daar liggen we weer. We hebben hem even hier gedaan, omdat ik handschoenen aan ga doen. En, oh my god. Dit wordt echt koud. Ik zou denken, het is beter aan de vriezer kunnen laten misschien. Het voelt helemaal niet zo koud. Nee, maar ik denk dat het op je voet is misschien anders. En ik heb ook nog een keer gelezen, toen stond er gekoeld. Oké. Okay. Dus, oh mooi. Maar het is in ieder geval cool. Maar die andere, dat had ik niet volgehouden in de vries, hoor. Nee? Dat was echt heel erg koud. Jij bent een bikkel. Mijn voeten gaan. Helemaal flauw. Goed zo? Toppie. Graag massage met happy end. Goeie engel dit. Hey! Wil je misschien een smoothie? We hebben ja, aardbeismaak en tropical. Doe maar tropical. Doe maar tropical? Ja. Dat zal niet zijn om even uit te maken. Lekker. We hebben ook appelflap. Oh, lekker. Ja? Ja. Je mag wel voelen. Ik heb het. Lekker, dankjewel. Wil je misschien wat drinken? Mag ik van u een kopje koffie, alsjeblieft? Koffie is wat helemaal? Alsjeblieft. Ik ben nou net happy feet. Ja. Zo, we zijn weer thuis. Ik voel me goed. Beetje moe. Maar verder prima. Nou, wat betreft de ice packs, om zo maar even te zeggen. Ga ik ze de volgende keer toch echt in de vriezer laten. Ik had ze in eerste instantie in de vriezer gedaan. En toen dacht ik gisteren, zo, die zijn wel heel koud. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Dus toen heb ik ze eigenlijk in de koelkast gezet. Maar ja, ik lig daar natuurlijk wel een uur. En ik merkte dat hij op een gegeven moment toch eigenlijk te snel was verwarmd. Dus ik ga de volgende keer ga ik hem in de vriezer laten. En dan eens even kijken hoe dat gaat. Maar beter iets dan niets. Hij was in ieder geval wel een tijdje goed gekoeld. Verder is de arts nog een keer even langs geweest vanwege de aanvraag voor de echo. En ze hebben besproken dat het eigenlijk niet zo slim is om de echo ook nog te doen. Omdat je een echo namelijk niet kan vergelijken met een MRI. En er is eerder een MRI gedaan en die is veel accurater. Dus wat krijg je dan als ze dat gaan vergelijken? Dat het misschien kan lijken dat er inderdaad iets gegroeid is. Nou, als dat dan blijkt, dan moet ik alsnog die MRI afwachten om het te vergelijken. Dan kan ik dus die weken in de stress zitten met het gevoel dat er dus iets is gegroeid. Maar het kan ook andersom, dat het misschien lijkt ja, dat ze iets over het hoofd zien omdat het niet zo accuraat is. En dat de MRI dan ineens tegenvalt. Dus ze hebben eigenlijk gezegd, hoe dan ook, ja, het gaat je waarschijnlijk alleen maar meer onzekerheid brengen. En zij heeft zelf gevoeld en daarin voelt zij eigenlijk geen bijzonderheden. Ze denkt zelfs dat het misschien klieren zijn die ik voel. En ja, ze hebben natuurlijk ook al vaker gezegd dat ze eigenlijk nooit echt meemaken met deze therapie dat het groeit. Dus kortom, we gaan niet nog een echo doen en we wachten gewoon op de MRI van 4 november. Nou jongens, de laatste cyclus is ingegaan. Ik heb er hierna nog maar 2 te gaan. 3 november de laatste. Man, man, man.
hoe ik er in het begin in stond, dat ik dacht, hoe ga ik dit 5 maanden doen? En hoe ik er eigenlijk toch redelijk goed doorheen ben gekomen. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. Vond je dit weer een toffe vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Ik hoor natuurlijk weer heel erg graag van jullie. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende vlog. Ciao!